Heel ironisch misschien, maar ik ben in Franeker. En de Franekers worden ook wel de klokkendieven genoemd. En hoe komt het nou? Omdat ze de klokken destijds hadden gestolen uit Harlingen. Nou, waarschijnlijk zijn de Franekers hartstikke aardig, dus ik ga eens rondkijken. Kijk, daar is die, het planetarium. Het oudst werkende planetarium ter wereld staat ook op de UNESCO erfgoedlijst. Goedemiddag, Kevin. Hi, Ralf. Is wat voor je bij? Nou, om heel eerlijk te zijn, ik vind Franeker dus echt heel erg leuk. En dan zie ik ook nog eens een keer dat je redelijk betaalbaar kan wonen hier. Als je dit al leuk vindt, Kevin, dan heb ik ook nog wel wat anders leuks voor je. En dat gaan we bekijken met een typisch Fries vervoersmiddel. Helemaal goed. Ga je mee? Daar zijn we aangekomen. Dit is onze schipper, Hans. Helemaal goed, dag Hans. Die brengt ons waar we wezen moeten. Nou, wat goed zeg. Hey Ralf, dan ben ik hier een beetje als toerist uiteraard vandaag. Maar hoe leuk is het om in Franeker te wonen? Nou, ik kan onderschrijven dat dat erg leuk is om in Franeker te wonen. We hebben goed voorzieningenniveau, goed winkelaanbod, rijk cultureel leven hier, goede bereikbaarheid, treinverbinding natuurlijk niet onbelangrijk. En water. En je kunt natuurlijk via het water, zoals je ziet, op de mooiste plekken komen. Oké, we zijn nu aangeland in de Elfstedenwijk. Ja, Franeker heeft natuurlijk een rijke historie. Ja, ja. Dat hebben we gezien in de binnenstad. Daar zijn we nu uit. Er zijn gelukkig ook nieuwe ontwikkelingen in Franeker. Ja, we ronden de nieuwbouw in de Elfstedenwijk. Er worden mooie projecten gerealiseerd momenteel. Hey, en zijn de buren aardig die ik ga krijgen als ik hier kom wonen? Daar hoef je niet over in te zitten hier, Kevin. Ralf, dankjewel dat je me dit hebt laten zien. Graag gedaan. Was me genoegen.